Hallo, we gaan weer een haakles nemen en deze keer gebruik ik mandala wol. Het is een 150 gram, 540 meter. Het haakt heerlijk, het is zacht en licht. Super blij mee. Nou, een rijtje van een losse steken maken. En dan vervolgens gaan we naar de stokje. Het eerste rijtje van de stokjes doe je 3 losse steken. Vervolgens ga je omslag. En in de vierde steek je je naald in. En trek je een lusje uit. Je hebt 3 lusjes. En nog een keer. Trek je om de 2 lusjes eruit. Zo. Heb je eerste stokje. En zo ga je dus vervolgens naar de tweede stokje om de 2 eruit, tot je 1 lusje over hebt. En dan ga je nog een keer. Zo. En dan heb je dus een hele rij van stokjes. Hoe dat gaan we omkeren, dat laat ik jullie ook zien. Dat jullie direct hebben. Nou, bij de laatste lusje of losse steek, dan zet ik laatste stokje ook. En dan heb ik prachtig mooie eerste rij stokjes. Draai ik mijn werk om. En dan ga ik nu de tweede rij. Haak ik 3 losse. 1, 2, 3. Vervolgens ga ik weer omslag. En in de naaste, dus niet de allereerste, maar de naast, doe ik een lusje en haak ik stokje eruit. Die 3 lossen is de onderste stokje, dus dat je in een rij hebt het. En vervolgens ga je weer in de volgende steek. Dan heb je mooi. Wil je wat strakker dat je echt een 1 lijn hebt, dan kan je altijd in middenpunt doen. Dan heb je een rechte stokjes achter elkaar. Vervolgens komen we aan de andere kant waar de 3 losse hebt het een stokje gevormd en zo'n dus hier gaan we ook een stokje maken van boven. Dus je telt dat af en in de derde, of ik zelf altijd doe in de ruimte ervan, en dan heb ik mooie stokje. Maar wil je niet in de ruimte doen, dan pak je in de lusje naast. En dan heb je ook weer een rechte lijn. Zo haak je de stokjes. Succes! Ik hoop dat helpt jullie. Succes ermee. Doei doei!